Wij hebben gekeken naar de kwaliteit van zorg en natuurlijk ook naar de verhouding van de prijs en de kwaliteit, want voor een duurzame zorg is dat uiterst relevant. Ook omdat wij in Colombia ziekenhuiszorg vinden met voldoende patiënten voor complexe operatie, voldoende ervaring, voldoende adequate apparatuur, goed op elkaar ingespeelde teams. En u weet, voorheen ging deze patiënten die nu naar Colombia reizen, vooral naar Curaçao en soms ook naar Aruba. En ik kan me voorstellen dat het ook een aderlating is geweest dat die patiënten niet meer naar deze eilanden komen, maar naar Colombia gaan. En laten we eerlijk zijn, liever sturen wij die patiënten niet naar Colombia. Liever sturen wij die patiënten, als het ook maar enigszins kan, naar Curaçao of naar Aruba. Als de kwaliteit van de zorg op orde is en we met elkaar hebben besproken, wat moet die kwaliteit dan zijn? En vinden we het op orde? Als er voldoende capaciteit is om die patiënten ook te behandelen, want je kan niet hebben dat men zegt, ja sorry, we zitten vol als je met een patiënt aankomt, maar als je dat soort dingen goed kan regelen, dan nemen wij heel graag die stromen weer terug binnen het Koninkrijk. Zo simpel is dat. Dat zullen we het allerliefste willen doen. En om die kwaliteit van zorg te bereiken is concentratie en specialisatie cruciaal. Want ook bij u geldt, net als in Nederland en net als over de hele wereld, als iedereen alles doet, kom je nooit op niveau. En zeker niet met lage patiëntenaantallen zul je nooit de kwaliteit krijgen die nodig is. Maar ja, als je gaat concentreren en specialiseren, moet je wel samenwerken. En samenwerken betekent afspraken maken en als het ene eiland het katlab doet en het andere eiland bijvoorbeeld de oncologie, dan kunnen beide de kwaliteit omhoog brengen en dan heb je voor iedereen betere zorg. En dan bewijs je patiënten een geweldige dienst, terwijl je ook nog de kosten omlaag brengt. En met alle ontwikkelingen die we zien, alle nieuwe medicijnen die duur zijn, is dat ongelooflijk belangrijk. Dan concurreer je elkaar niet kapot, dan ben je samen sterk. En het is een keuze die we nu kunnen maken. En gisteren zei de minister van Aruba, minister Svenglal, we moeten eigenlijk die keuzes maken, ook voor onze kinderen. Dat we kunnen zeggen, we hebben dat niet laten lopen, deze kansen.